Hallo allemaal. En een hele fijne hallo allemaal. En ja, welkom bij alweer een aflevering van Vraag van Kansen Quizzes. En niet zomaar een aflevering, nee. Want ja, ik moet wel zeggen, een hele bijzondere aflevering, want vandaag gaan we deze rakker, de winnaar van deze rakker bekendmaken. En ik moet toch wel zeggen, jeetje meneetje, wat zijn jullie toch een stelletje Hollanders zeg. Als er wat gratis te halen valt, dan doen jullie in één keer je best. En nee, jullie doen altijd je best. Dat weet ik ook allemaal wel, maar het valt wel op. Het valt wel op. Maar ik vind het ook wel heel erg leuk. Eigenlijk toch stiekem of zo. Ik vind het wel leuk. Moet ik weten. Hey, laten we snel beginnen. Want ja, wat ik zoals ik al zeg, jullie hebben je best gedaan. Vandaag de welbekende appel-frambozen smoothie. En ja, dit is wel heel erg leuk. Dit zijn walnootjes met chocolade omheen. Biologisch, uiteraard. Anders weet ik het niet. En wat water. Want ja, mocht er niet genoeg zijn en ik krijg dorst. Arme Vincent. Nee, ik ga er gelijk tegenaan. Ik had dus gezegd, degene met de interessantste vraag, die wint dat shirt. En dat shirt ga ik dus ergens tijdens deze aflevering ga ik de winnaar bekendmaken. Want ik heb mijn voorbereidend werk natuurlijk gedaan zoals jullie van me gewend zijn. En ik kan het ook aan het eind doen. Maar dan scrolt iedereen gelijk naar het eind. En ja, ik doe graag vervelend. Dus dan moet je lekker blijven kijken. Als je wil weten of jij hebt gewonnen. En ja, dan moet jij weten. Of je kijkt niet. Het kan me eigenlijk geen effectieve tering. Sorry, Karin Verrotte. Hallo. Van Joshua. Hallo, Vincent. Zie je eens? Ha, leuk. En een hele fijne hallo. Ik begin steeds meer mensen te haten omdat ze zo blind zijn. Moet ik weten, hoe ga jij hiermee om? Zie maar of je reageert en anders kijk je even. Moet jij weten. Nou, weet je wat ik doe? Ik kijk wel even. Ik kijk even. Groetjes en een fijne hallo van Josh Bundy. Nou Josh, ik heb ook een hele tijd mensen gehaat en echt hardcore gehaat. Ik heb een tijd gedacht van joh, misschien is het gewoon beter als 95% tot 98% van de mensheid gewoon mazzel gaat. En dan blijven alleen met de leuke mensen over. Maar ja, wie zijn dan de leuke mensen en wie bepaalt dat, weet je wel. Weet je wat het is? Ze kunnen er niks aan doen. Ze worden de hele dag in hun hoofd geneukt. Weet je, als ik naar een vriendin van me kijk, die zit de hele dag zit ze hier. Die zit de hele dag thuis. Die zit hier met een laptop met MSN nieuws. Daar ligt een telegraaf en daar loopt even Yannick Bullshit te vibreren. Ja, ik weet het niet. Ze kunnen er niks aan doen. Weet je? En die mensen zitten al 60 jaar in een verhaal dat de waarheid is. En dat degene die dan zogenaamd het beste met je voorbij ook ze denken dat die ook echt het beste met je voor hebben. Dus ze worden gewoon kankerhard in hun hoofd geneukt, weet je wel. Ja, ze kunnen er niks aan doen. Het enige wat jij kan doen is af en toe een vraag erin gooien van waardoor ze gaan nadenken. Waardoor die cognitieve dissonantie ontstaat. En dat is het enige wat je kan doen. Je kan jouw waarheid prediken, maar daar krijg je alleen maar compassie, man. Compassie. Wees lief voor de mensen. Schijn jouw licht. En dan komt van, weet je, druppel in een vijver. En dan komt het helemaal goed. Be the change you wish to see. Komt helemaal goed. Nou, dat was vraag 1. We racen er doorheen, want het zijn er zoveel. Kom op. Van Isa. Nou, Isa moet wel mee gaan werken, want Isa, waarom werk jij niet mee? Weet je, we hebben een hele hoop vragen te doen. Kom op. Ah, van Isa Lucia DJ. Wat heftig, ben je een DJ? Isa is een DJ. Ding, 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 ding. Pussy motherfuckers. Ring-a-ding. Maar goed. Hallo vakantie Vincent en een hele fijne hallo. We hebben weer een nieuwe vraag. Als je één voorwerp mee zou mogen nemen naar een onbewoond eiland, wat zou dit dan zijn?
Die kusjes heeft u nog van ons te goed. Nou, die hou ik dan te goed. Nee, even duidelijk zijn dat we die. Die heb ik dan nog te goed van jullie, hè? En dan niet als ik op het onbewoonde eiland zit. Hier, motherfucker. Heel veel knuffels van ons. Oh. Isa en Britt, tegenwoordig super trouw fans, moeten jullie weten. Dus nu, ja, ik zie nu wat jullie aan het doen zijn. Die kusjes heb ik dan te goed en nu geef je knuffels. Maar die heb ik dan ook te goed, hè? Ik ben gek op knuffels en kusjes. Maar nu doe je er geen kusjes erbij. Je denkt, anders blijf ik die gozer. Dan zijn we nog verder van huis, moeten jullie weten. Nee hoor, het is prima. Als je één voorwerp mee zou nemen naar een onbewoond eiland, wat zou dit mogen zijn? Wat, ja, nou ja, ik zat gelijk met voorbeelden in mijn hoofd. Maar ja, daar heb ik natuurlijk geen ene fuktering aan. Nou ja, als ik één voorwerp mee, een voorwerp, hè? Ja, dan neem ik toch wel mijn telefoontje mee. Want anders kan ik geen filmpjes maken. En dan kan ik jullie niet blij maken. En dan heb ik geen, heeft mijn leven geen reden meer van bestaan. Ja, ik denk mijn telefoontje, man. In ieder geval een camera met internet of zo. Weet ik veel. Dat is gewoon een telefoon. Hallo. Hallo. Hey, leuk hè? Oh, en wat is het spannend. Wie gaat het shirt winnen? Goh. Hup. Van Auke. Hoi Auke. Auke de Vries, 04@gmail.com. Hallo Vincent, ik zag laatst een kale mogol met borrel in het broccoli gangpad spacen. Moet ik weten, zou het mogelijk kunnen zijn dat jij dat was? Ja. PS, hoe is dat nou een kale knijter, Bats, knats te hebben? Hele fijne hallo en kusjes en knuffels thuis namens Auke de Vries. Nou, dat vind ik hartstikke leuk, Auke. Ja, dat is hartstikke relaxed, man. Ik zou niet anders willen. Een kale Bats is het beste wat er is. Ja, je hoeft je haar nooit meer te kammen. Maar het moet je wel staan. Mij staat het. Moet ik weten. Van Levi, Levi Teunen. Ja, hij hapert een beetje vandaag. Die fucking... Kom op. Sorry hoor. Beste hallo Vincent. Komt monogamie niet voort uit egoïsme, jaloezie en obsessie? Zo ja, in welke vorm zou eerlijke pure verliefdheid zich dan werkelijk tentoonstellen? Ik hoop dat je de vraag niet te kut vindt, maar ik doe gewoon een poging voor het t-shirt. Moet ik? Puntje, puntje, puntje. Hallo. Groeten voor jou, Levi. Ja. Dat is een hele boeiende vraag. Ik bungel al jaren tussen van... Wat is dan echte liefde, weet je wel? En, oh, heerlijk. Ja, wat is dan liefde, weet je wel? Want op een gegeven moment, ja, dan is de eerste verliefdheid weg. En, ja, maar ik denk niet dat wij gemaakt zijn om monogaam te zijn. Dat sowieso niet. Ik denk dat wij gebreineukt worden. Door met vanaf jongs af aan af, weet je, prins en prinses die ontmoeten elkaar de rest van hun leven, bla bla bla. Maar aan de andere kant, ja, op een gegeven moment inhoudsloze seks, dat kan leuk zijn voor een avond, maar dan moet het echt alleen daarom gaan. Want inhoudsloze seks, gewoon pure alleen seks, dan moet het echt alleen daarom gaan. En dan moet het ook gelijk klaar zijn, weet je wel. Soms vibreer je gewoon op bepaalde vlakken met iemand. En soms niet. Soms is het alleen fysiek. En soms... Maar ja, als je echt van iemand houdt. Als je echt, echt van iemand houdt. En je bent zeker... En je houdt ook van jezelf. Dan... Ja, dan zou je in principe gewoon die ander alles gunnen, toch? Maar aan de andere kant is seks weer een onwijs heilig ding. Weet je, daar komt nieuw leven uit. Dat is de heiligste... Ongeveer een van de heiligste... acts die je kan doen in dit leven. Dus ja, zeg het maar. Ik weet het niet. Ik ben er nog niet uit. Maar ik weet wel dat ik heel gek ben op de vrouwen. Maar ja, ga er maar eens aan staan. Weet je, ga er maar aan staan. Maar goed. Ja. Komt monogamie niet voort uit egoïsme, jaloezie en obsessie? Nee. Ik denk dat het door hoofdneukerij. Het komt voort uit hoofdneukerij, denk ik. Dat denk ik. Ik ben er nog niet uit. Ik ben er nog niet uit. Maar goed, ik heb nog hopelijk wat tijd. Hier op aard. Hey, van Lucas 7. Een hele fijne hallo Vincent, hoe is het met je? Met mij gaat het goed. Dat is hartstikke mooi jongen, hier heb je een duimpje. Ik heb een vraag waarop ik graag een antwoord zou willen. De vraag is, op het moment dat je een lekker wijf ziet en je een warm gevoel krijgt, hoe kan het dat zo
hoe kan het dan zo zijn dat dat wijf mij zo'n gevoel kan geven? Ja, dat heeft met vibes te maken, man. Ja, ik kan even een hele fijne hallo van Lucas. Moet ik weten, moet jij weten, moeten wij weten. En zo is het, Lucas. Dat heeft met vibes te maken. Vibes. It's the only way to roll, man. Energy. Energy. Dat is wat we zijn. Wij zijn energie, wij zijn licht. Dus ja. De vibes. Hallo Vincent van Jelle. Je ontkomt er vandaag de dag niet meer aan. Naast alle liefde en empathie die door mensen zoals jij en ik in de wereld en het universum ingezonden worden, is de mens ook erg destructief en egocentrisch deze prachtige planeet aan het verstieren. Nee. We zijn de planeet wel aan het verstieren, maar de planeet die redt zichzelf wel hoor. Die gooit gewoon een bak lava overheen en begint ze gewoon opnieuw. Die redt zichzelf wel. Als het klaar is, is het klaar en dan maakt ze de shit schoon. Maar ja, we verneuken het wel. Bossen worden platgebrand, oceanen worden leeggevist en ook menselijke habitatten worden verwoest door de menselijke expansiedrift. In zodanige mate dat als dit zo doorgaat, het uiteraard binnen nu en snel gewoon klaar is met de planeet zoals wij die kennen. Nou, dat heb jij goed gezien, Jelle. Mijn vragen aan jou zijn, is dit nog tegen te gaan? Ja. Zouden wij dit wel tegen moeten gaan? Nou ja, als wij hier een paradijsje willen kweken, ja. Nou, je moet niks, je mag. Weet je... en zo niet, dan is het ook goed. Dan is dat kennelijk wat wij willen ervaren. Wij nodig hebben om te ervaren, om te ontdekken wat we dan werkelijk zijn. Of wat we... If it's meant to be, it will be, weet je wel. Maar het komt goed. Er komt een vijfde... Er komt een wereld aan, jongen. Althans een wereld. Er komt een multi-motherfucking universum aan. Multiversum, weet ik veel. Nee, dat komt helemaal goed, man. Want ja, wij zijn dat. Wij zijn het universum. Weet je, je hoeft alleen maar naar binnen te gaan. Dit is allemaal maar illusie. En wat je echt bent, dat is eeuwig, oneindig. En, nou goed, je weet het. Dat is wat we zijn, dus. Maar goed, het zou wel leuk zijn als er een aarde is om op rond te banjeren voor onze kinderen, toch? Een fucking mooie aarde. Zo, waar de wereld, waar de mens... De natuur en de technologie hand in hand gaan met elkaar. In harmonie met elkaar leven, in liefde. Waar we onze goddelijke krachten tentoon kunnen spreiden. In plaats van dat we de hele dag door een stelletje zielepieten ons hoofd geneukt proberen te worden. Maar goed, het komt helemaal goed. De Great Awakening is gaande, man. Pam, 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 pam. Oké, ja, sorry. Ik zat even naar het beeld te staan, want ik wist niet meer waar ik gebleven was. Moet ik weten. Is het er nog tegen te gaan? Ja. Zouden we het er tegen moeten gaan? Nou, moeten wij weten. En zo ja, hoe zorgen mensen zoals jij en ik ervoor dat Moeder Aarde blijft voortbestaan in alle schoonheid die ze nu kent? Leef je waarheid, leef je hart. Weet je, verspreid jouw shit. Verspreid jouw... Weet je, leef jouw... Be the change you wish to see in the world. En visualiseer die shit, weet je. Kijk geen tv, kijk geen krantjes... Luister, maak gewoon... Jij bent energie, jij bent bewustzijn. Jij maakt jouw fucking wereld. Dus mediteer op de wereld die jij graag wil. En leef die shit. Nou, dan zijn we er toch. Kortom, hoe krijgen we alle neuzen dezelfde kant op? Be the change and the rest will follow. En laten we iedereen bewust worden van onze verantwoordelijkheid tegenover onszelf en al onze mede-aardbewoners, moeder aarde en het universum. Weet je... Lach naar de mensen. Leef liefde. En ja, die shit die gaat, man. Liefde stroomt. Weet je. Licht stroomt. Weet je. Geef het goede voorbeeld. En the rest will follow. Ik kijk uit naar je reactie. Een hele fijne hallo. Van Jelle. Van Jaap. Interessante vraag. Wat voor invloed heeft het intreden van diepe dementie op de actualiteit en geldigheid van een wilsverklaring met daarin het verzoek tot euthanasie? Wow. Jaap, what the fuck? Jaap Schrijver heet je ook echt nog. Je schrijft iets op waar de fuck heb je het over, Jaap? Waar? Oh, waar heeft Jaap? Jaap het over, Jaap. Jaap. Jij heet geen Jaap.
Jai Chaki, Chaki O Hari O Chaki. Bad in radio, bad in. Zeg eens even gedag tegen de mensen. Quack, 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 quack. Dit is de original trouwens. Ho. Moeten wij weten. Dan gaan we weer. Wat voor invloed heeft het intreden van diepe dementie op de actualiteit en geldigheid van een wilsverklaring met daarin een verzoek tot euthanasie? Nou, een verzoek tot euthanasie, die moet je altijd doen als je nog bij de pinken bent. Of dan moet je in ieder geval geregeld hebben als je nog bij de pinken bent. Dus de invloed van diepe dementie op de actualiteit. Nou, volgens mij zitten we behoorlijk in de open inrichting, jongens. Maar ik weet niet wat, ja, ik weet niet wat je vraagt, man. Sorry, het spijt me. Ik ga er ook niet echt heel erg lang op, hoe zeg je dat? Ik ga er ook niet heel erg lang op, om erachter te komen wat je dan bedoelt. Van Jan Bol. Nou, het is wel heel, oh ja, Jan Bol. Zijn transgenders en Mongolen gemaakt door de overheid? Nou ja, daar kiezen ze altijd Mongolen, ja. Wat bedoel je met Mongolen, transgenders? Ja, die transgenders, ik weet nog steeds niet helemaal precies wat het is. En het interesseert me ook geen ene fucktering. Mongolen gemaakt door de overheid? Nee, weet je, dat is gemaakt door het systeem. Ik ga even zo'n dingetje nemen. Oh, daar is hij weer, ja. Hij viel uit. Sorry, er loopt nu een draad door beeld, maar ja, poeien. Transgenders en Mongolen gemaakt door de overheid. Nee, je moet jezelf zien als een plant. Daar waren we gebleven volgens mij. Ja, weet ik veel. Een plant groeit naar het licht. De wind heeft zijn invloed op de aarde. Die heeft ook de invloed daarop, weet je. Ja, heb je genen natuurlijk. Dat is jouw pakketje. Die bepaalt hoe jouw lichaam en hoe lekker jij bent en hoe je eruit ziet. Maar de rest, wie jij bent en wat je wordt, is grotendeels afhankelijk van je omgeving. Gemaakt door de overheid. Nou ja, overheid, nee, door je omgeving. Ja. Alles wat jij tot je neemt. Informatie, vrienden, vriendinnen. Alles heeft invloed op hoe jij... wordt, bent, weet je, alles wat er gebeurt, elke motherfucking dag, bepaalt hoe jij morgen, hoe of wat jij morgen bent. Evolutie. Klaar. Het zou toch niet gebeuren dat we nog sneller klaar zijn als normaal, hè? Met al die vragen. Nee, joh. Van Jack. Beste Vincent, als je water gooit op een voorwerp, wordt het nat. Daarom is mijn vraag, als je water op water gooit, wordt dan het andere water dan ook nat? Of wordt het gewoon meer water? Dat vind ik een leuke vraag. Tobacco spray. Ah, lekker, man. Ja, dit vind ik een leuke vraag. Ik vond die andere ook een leuke vraag, maar dit vind ik een leuke vraag. Als je water op water gooit, wordt het andere water dan ook nat? Of wordt het gewoon meer water? Het wordt én nat en meer water. Het wordt het allebei, denk ik. Leuk, man. Oeh, van Sander. Sander Berghout. Nu ik aan het zingen ben, een vriend van mij, die zat het, ik was aan het appen, waar staat de geintjes te maken over de app. En ik zeg, wat ben je aan het doen? Hij zegt, ik ben Eurovisie Songfestival aan het kijken. Ik zeg, pardon? Ik zeg, wat ben je aan het doen? Hij zegt, ik ben Eurovisie Songfestival aan het kijken. Ik zeg, ben niet helemaal lekker of zo? Maar hij zegt, nou ja, weet je, hij zegt, ik ga gewoon even kijken. Ik zeg, nou, prima, maar jij weet het. Maar
twee minuten later had ik geen tering te doen. Ik denk, ik zet dat ding even aan. Dus ik zet dat ding even aan. En het eerste wat ik zie is een of andere Quibus die zingt I gave my heart to El Diablo. Ik heb mijn hart aan de duivel gegeven. En het liedje daarna ging over een of andere homo die aan het zingen was over dat hij een gevallen engel was. Ik weet het niet hoor, maar de dag des oordeels is fucking gaande, weet je. Het is toch ziek. Ik weet niet, ja, ik stond vroeger ook te beuken op hele satanische muziek. Maar dit is niet goed hoor. Dit is echt niet goed. Weet je, en als je dan het hele verhaal over Pizzagate en Lady Gaga en dat soort shit. Dit is echt ziek. I gave my heart to El Diablo. I'm a fallen angel. Mensen, word even wakker man. Zet kut, tief, tering televisie uit. Maar goed. Van Sander Berghout. Hallo vakantie Vincent. Ten eerste een hele fijne vakantie Vincent. Geniet ervan, maar jij weet het. Ik ben op vakantie geweest, was hartstikke leuk. Nu vraag ik me af, hoe kunnen we de mensen de waarheid over onze eenheid als bewustzijn laten zien, behalve de medicijnen? Mensen hebben vaak vooroordelen over de medicijnen namelijk. Heel veel liefdes. Sander, hallo. Nou, dat is een hele goede vraag. Sander, je bent een topper. Bedankt. Jij bent ook een medicijn. Weet je, zing, dans, lach, leef je hart, leef je waarheid, weet je, leef jou. Iedereen heeft universele waarden. Dat voel je gewoon, weet je. Je voelt gewoon dat het niet goed is om een ander pijn te doen. Dat voel je. Wees lief voor de mensen. Compassie. Compassie, man. Dat is echt de sleutel. Compassie. Geven. Dat is de enige weg naar geluk. En, ja, dus leef jouw waarheid. En ga niet boos worden of zo, weet je. Leef jouw shit. Ja, compassie. Maar de medicijnen zijn ook leuk. Maar goed. Heel veel liefde. Ja. Leef liefde, man. Leef liefde. We zijn er bijna. Komt goed. Nou. VVV en de Hallo winactie van... Haar naam was Nora. Vinden jullie het vervelend als ik zit te eten? Ik niet. Aan uw doorluchtigheid, dokter Anders, baron professor vakantie Vincent. Ik ben erg weetgierig naar een aantal vraagstukken die ik heb bedacht voor deze video en ook voor de winactie. De winactie. Dat is wel leuk om te vertellen trouwens. Ik pak hem er nu bij. Want sommige mensen die denken dus slim te zijn en die gewoon even doorspoelen naar het eind of naar het moment dat hij het t-shirt pakt en dan weet ik of ik gewonnen heb. Maar dat gaan we dus niet doen. Het wordt een verrassing. Weet je, ik ga gewoon een paar keer de t-shirt pakken en dan moet je wel die hele fucking... jullie sturen mij een hele hoop vragen en dan gaan jullie ook die hele fucking uitzending kijken. Nee. Het is dit t-shirt. Hier is er maar één van, hè. Besef dat goed. Hier is er maar één van. Want dit is een proefdruk. Hier is de voor- en de achterkant. Hij zei tegen mij, ja, welke wil je? Welke... Maar dit is de plastic-achtig, die wil ik niet. Ik ben trouwens... oh nee, er gaat zo iemand nog een vraag stellen over... Ik ben dit keer echt voorbereid trouwens. Dus ja, dit is het t-shirt. Er zitten wel katharen op. Ik ga hem niet in de was gooien. Daar heb ik geen zin. Dus je krijgt hem met katharen. Dan moet jij maar lekker in de was gooien. Ik heb hem... ik heb hem niet aangehad. Althans niet echt. Ik heb alleen mijn reet ermee afgeveegd. Nee hoor, dat heb ik niet gedaan. Het zou zomaar kunnen dat ik dat doe. Nee, dat ga ik natuurlijk niet doen. Ik ga niet met mijn eigen hoofd mijn reet afvegen. Dat zou wel heel erg disrespectvol zijn. Vincent, wat doe je nu? Ja, sorry Vincent. Er zit schijt op je neus. Nou, ergens vind ik het ook wel lekker of zo. Nee! Doe even normaal. Even kijken. Sorry Nura, we dwaalden af. Nura. Nura en ik, die zijn nu ongeveer... we kennen elkaar wel een beetje. De vragen voor dit moment. Wat is? Is het of is het het? En als het dan is het dan?
Het is. Alles is. En jij bent. That's it. Als je alleen bewust meemaakt wat er in je bewustzijn gebeurt, hoe groot zou dan je onderbewustzijn zijn en wat zou daar dan gebeuren? Ja, dat hangt af van de waarnemer, hoe groot je onderbewustzijn is. Maar het onderbewustzijn, we delen een collectief onderbewustzijn, de Akasha-chronieken. Akasha-chronieken, Google maar even. Er is angst voor lange woorden. Er is een angst voor lange woorden. Deze angst wordt ook wel hippopoto... Krijgt de vet tering tyfus hoerige kut, 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 kut. Nou, dan neem ik nog maar een nootje. Het mailtje floept weg. Dit is niet... Oh, nee. Ik wil geen reply doen. Ik wil gewoon een motherfucking mailtje leven. We gaan het opnieuw doen. Ik had nu dus gewoon... Zo duurt het wel heel erg lang. Poeh. Ik ga eerst... Ik doe nu eerst een ander mailtje en dan ga ik weer terug naar het ene mailtje. Ja, het is dus... Ja. Oké. Okay. Mijn computer, die heb ik echt 8 jaar geleden gekregen of zo. Maar ja. Ik ga hem niet weggooien. Ongebruikt. Want dat kost de aarde een hoop energie. Dat slaat nergens om. En hij doet het. Net zoals dat ik... Mijn broeken draag tot de gaten bij mijn ballen hangen, weet je wel. Ik heb maar 1 paar schoenen en die draag ik tot ze helemaal kapot zijn. En mijn auto, ja, die rijd ik ook op tot die op is. En dan is die op. En dan koop ik pas een nieuwe. En zo energiezuinig mogelijk. Respect naar de aarde. Ik ben alweer 10 minuten bezig. Sorry man. Ik ben bang dat dit de langste aflevering wordt ooit. Zal ik nog even t-shirt erbij pakken? En de winnaar is... Nee. Nee, hij is er weer. Oké. Okay. Hippopotomonstrosesquidepulivalifobie genoemd. Waarom zijn er mensen in godsnaam bang voor lange woorden? Moeten zij lekker weten, ja. Weet ik veel. Ik weet dat niet. Hoe moet ik dat weten dan? Dit waren inkoppertjes. Nu naar de grote vraag. Disclaimer, in deze vraag doet niemand mee met de bullshitparade. Dus hoeft er geen rekening mee te houden. Niet dat hij dat ooit zou doen, maar goed. Dit is een rekenvraag. Er stappen 8 mensen een varkensuterus binnen. Na een tijdje gaan er 2 uit en gaan er 7 in. Bij de volgende situatie vertrekken er 3 mensen en komen er 4 bij. 1 mogol springt uit de uterus. Eén mogol springt eruit. Waardoor bij de eerstvolgende hallo 3 mensen instappen. Dan nu de vraag. Hoe heet de dobbelsteeninspecteur als het gisteren overmorgen is? Eerst de antwoorden, dan verder lezen. Het vriendelijke hallo, Neuda. Antwoord was een... Ja. Sorry man, ik ga toch niet doen wat jij tegen mij zegt. Antwoord was een celadon groene driehoeksveter op een hoek van 645 graden. Nou ja, weet je, als er 2 uitgaan en er gaan 7 in en er komen 3 mongolen bij, dan denk ik dat de dobbelsteeninspecteur gewoon... Bert heet of zo. Of een hele bijzondere naam heeft. Van Pindaflap. Vincent is een hele fijne hallo gewenst. Hoe zou een pindaflap smaken? Naar pinda's of toch meer naar flap? Een hele fijne hallo gewenst. Goed van pindaflap. Ja. Hoe zou een pindaflap smaken? Ik denk... Als de flap van een pinda, dus als die flapt, dan krijg je een uitgerekte pinda. En dan, dat maakt het al wat minder heftig. Snap je? Minder heftig?
minder heftig pinda, meer flap. Maar aan de andere kant moet je ook even, moet je nagaan dat hij dan wel en niet. Dus ik denk dat hij naar kut smaakt of zo. Lekkere kut. Gewoon een lekkere vagina smaak. Weet je, gewoon een verse, lekkere vagina. Daar hou ik wel van. Of aars, een schone aars hou ik ook wel van. Maar toch, ja, maar wel van een wijf. Gewoon lekker. Maar vagina. Ik denk dat het naar vagina smaakt. Van Matthijs Meuleman. Hele fijne hallo. Ben je een piepjunk als je pitbier drinkt en pep snuift? Hallo. Nou, weet ik niet. Ligt eraan hoe vaak je het doet. Maar ja, of je dan een junk bent. Weet ik veel. Als je alleen maar pep aan het snuiven bent. Ja, lijkt mij niet onwijs relaxed of zo. Als je alleen maar zwetend op de bank ligt en nooit meer slaapt. Dat is niet echt chill, man. Kijk, hij lekt. Mijn smoothie lekt. Althans, de smoothie lekt niet, maar de condens. En dan wordt het hier nat. En dan moet ik godverdomme... Pardon. Ja. Ah, joh. Het droogt vanzelf op. Dus of je dan een junk bent... Of je een junk bent... Nou, weet ik niet. Maar ja, weten. Als jij een junk wil zijn, prima. Maar het lijkt mij niet echt onwijs relaxed en het is ook niet onwijs goed voor je. Maar of je dan een junk bent, dat is niet aan jou, man. Ja, dat is wel aan jou. Dat is aan jou. Dat moet jij weten. Van Maurits. Maurits Kroeze. Maurits Kroeze. Hallo Maurits. Maurits Kroeze. Maurits Kroeze. Wat heeft Vincent hier nou weer? Vliegenzwam, vliegenzwam. Microdoseren met vliegenzwam. Hallo. Moet ik weten. Oppassen met de vliegenzwam. Daar moet je echt mee oppassen. Lees, onderzoek. Doe je onderzoek. Niet zomaar vliegenzwammen gaan eten. Dan moet je echt een ceremonie doen. Ik weet wat ik doe. Sowieso voorzichtig met alle medicijnen. Ga er bewust mee om. Beste oppermachtige keizer vakantie Vincent. Hallo. In uw vorige video vertelde u dat u het Nederlands elftal niet meer kijkt. Waarom eigenlijk? Nou, ik kijk het wel, maar ik vind er geen tering meer aan. Vroeger vond ik het onwijs leuk. En, ging ik er helemaal in op. Maar na 2010 dacht ik van ja, goh, wat vind ik er nou zo boeiend aan dat zij dan wereldkampioen worden? En ik kon geen antwoord vinden. En ja, tuurlijk, ga ik het wel kijken, maar ja, geen publiek erbij, ja, weet je, het slaat nergens op. Het gaat nergens over. Die voetballers, die moeten toch ook bij zichzelf denken, ja, waar de fuck ben ik nou weer mee bezig? Voetbal zonder publiek, dat is toch geen, dat is niet, dat klopt niet, het slaat nergens op. Het gaat helemaal nergens over. En dat, maar het is zo mooi aan deze tijd. Weet je? Het gaat nergens over. Het is zo ontzettend stupide wat er aan de gang is. Dat je echt een ontzettende, echt enorme teringmogol moet zijn. Met een plaat van 15 bij 15 voor je hoofd. Om te denken dat dit nog normaal is. Dus zo zijn we iedereen lekker aan het wakker schudden. Het is één grote klucht. Ik vind het geweldig. U heeft groot gelijk ook. Het zijn een stel piep amateurs natuurlijk. Bent u wel van plan om deze zomer het Nederlands elftal aan te moedigen? Hallo, Maurits. Nou, ik ga een van mijn beste vrienden, die heeft me uitgenodigd om de eerste wedstrijd te kijken. En daar ga ik wel gewoon naar kijken of zo. En ik kijk wel, maar ik weet niet, ik kan er niet meer naar kijken, man. Het boeit me niet. Het boeit me gewoon geen tering. Ik heb betere dingen te doen in mijn leven. Een mooie pot voetbal, ik hou ervan. Maar een week, een EK zonder publiek? Nou, hoe dan, gast? Wat is dit nou weer?
Man, oh man, oh man. Van Jeroen, van den Einde. Hey, vind ik al een vraag. Als ik nou op straat loop en iemand in zijn bek hoest, is dat dan normaal of ben ik dan een piep mogol? Vriendelijke groet van Jeroen. Ja, weet ik niet. Ik weet niet. Ja, of ben ik dan een mogol? Ja, moet jij weten. Het is aan jou. De een vindt het normaal om iemands bek te hoesten en de ander denkt van, wat is dat voor mogol? Ik heb nog nooit echt expres in iemands bek gehoest of zo. Weet niet. Ik voel niet van, joh, goh. Ik ga jou in je bek hoesten. Waarom zou je dat doen? Ik vind het een beetje respectloos. Tenzij iemand vraagt van, joh, wil je alsjeblieft in mijn bek hoesten? Als jij met een lekker wijf bezig bent en die zegt, wil je in mijn bek hoesten? En jij voelt dat op dat moment, dan zou je iemand wel in zijn bek kunnen hoesten. Maar ik weet ook niet hoe lekker ik dat dan vind of zo. Ik weet niet, man, ligt aan het moment. Maar ik ga niemand in zijn bek hoesten. Ik vind het een rare vraag. Dit t-shirt? Is niet voor jou, man. Sheranu Merks. Sheranu. Sheranu, wat een mooie naam. Sheranu Merks. Tering tyfus. Is dit nou de hele tijd? Ik vind het heel vervelend. Heel vervelend. Ik vind het heel vervelend. Dat moet ik weten. Van Sheranu. Een hele gezellige, toffe, inspirerende. Hallo. Vincent, wat vind jij nou eigenlijk van de oerknal? En hoe zou jij dat omschrijven? Ik heb nog een vraag. Hoe staat u er in het leven voor als u in een zombie-apocalypse zat? Fijne hallo! En zing eens een liedje. Zing eens een liedje is geen vraag, dat is een opdracht. Ik doe niet aan opdrachten. Ik vind niks van de oerknal. Ik vind niks van de oerknal. Wij zijn de oerknal. Hoe staat u er in het leven voor? Hoe sta ik er in het leven voor als u in een zombie-apocalypse zat? Nou, ik ga prima op de zombie-apocalypse, man. Kijk eens om je heen, man. Zombie-apocalypse. Weet niet, hoor. Maar de helft is bang om dood te gaan. En de andere helft loopt gehypnotiseerd zo over straat. Ik ga er goed op. Het is, ik kan er niet meer van maken. And the dead shall walk the earth. Hello. And the dead shall walk the earth. Hello. Nee, we zitten er middenin, man. Beste Vincent, allereerst een hele fijne hallo. Ik wil bij deze toch even een interessant onderwerp met je aankaarten. Zelf ben ik erg fan van koeien en mijn vraag is aan jou of het mogelijk zou zijn om te reïncarneren als koe. Ja, dat kan. Of als elk ander wezen. Ja, dat kan. Zou het zo zijn dat als je doodgaat dat je dit zelf kunt kiezen? Ja, dat kan. Of wordt dit voor je bepaald? Je kan dit zelf kiezen, man. Het Tibetaanse boek van leven en sterven. Duik erin. Ik heb het gelezen. Ik ga het niet voor je herkauwen. Doe zelf je onderzoek. Tibetaanse boek van leven en sterven. Volgens mij staat hier ook het een en ander in over reïncarnatie. De Bhagavad Gita. Maar het Tibetaanse boek van leven en sterven, die gaat daar over, man. Misschien kom je wel als een driekoppige kip tot leven op een andere planeet. Ja, kan. Die in grote gelijken gelijk is aan onze moeder aarde. Ik hoop dat jouw ideeën over dit onderwerp met mij wilt delen. Ja hoor, dat wil ik wel. Ik hoor graag van je een hele fijne hallo van Lenk. Lenk van den Ende. Tibetaanse boek van leven en sterven, man. Duik erin en ontdek het lekker zelf. Hallo. Tommy en Kermit. Jezus, wat een lange mail. Die ga ik dan even zo doen. Beste edelachtbare Vincent, bij deze een tering belangrijke mededeling. Moet ik weten? Dat ik het moet weten, moet u weten. En dat u het moet weten, dat moet ik weten. In een van de VVV's
Zei u dat er niks mis mee was als je hoofd vastzit in de wc en dat dat prima was? Ik heb het geprobeerd en ik kan concluderen dat ik het heel fijn vind om met mijn hoofd vast te zitten in de wc. Ik heb besloten dat ik mijn hoofd nooit meer uit de wc ga halen. Dat moet ik weten. Er is natuurlijk alleen één probleem. Ik wil, ondanks dat mijn hoofd vastzit in de wc, natuurlijk wel mijn dagelijkse activiteiten kunnen doen. Heeft u een oplossing? Alvast bedankt. Nou, je kan die wc losfrikken en dan de activiteit gaan doen. Denk ik zo. Maar of dat echt heel erg relaxed is, dat weet ik niet. Ik denk, ja. Maar ja, het is wel interessant. Weet je, iemand die met een wc op zo'n loopt. Ja, joh, kom maar, het schelen. En dan nu. Mijn interessante vraag voor de winactie. Oh, dit, ik vond, ja. Je hebt gelijk. Moet ik weten, wat is een interessante vraag? Wat is een vraag en wat is interessant? Wat maakt een vraag interessant? Of beter gezegd, wat maakt een vraag interessant voor u? Dat is mijn vraag voor u. Jij gaat er echt voor, hè, Goos? Nu ga ik niet een heel uitbundig verhaal erbij zetten over hoe erg ik hoop dat ik win en zo. Want ik erger me kapot aan als mensen dat doen. Dat is alleen maar aandachttrekkerij. En het geeft geen grotere kans op winst. Moeten zij weten. Moet ik weten, moet u weten. U snapt het. Met een hele fijne hallo. Nou, dit vind ik... Dit is een kanshebbertje. Dit is een kanshebbertje. Ja. Dit is een kanshebbertje. Had ik al gezegd dat het een kanshebbertje is? Dit is een kanshebbertje. Wat ik een interessante vraag heb. Ik vind vragen interessant die ergens over gaan. Weet je wel? Of waar we om kunnen lachen. Interessante vragen zijn intelligente vragen waarmee we verder komen in onze evolutie. Hardcore, you pussy motherfuckers. Ding, 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 ding. Ja, een intelligente vraag. Waarbij we dan, dat als we de dag erna wakker worden bij onszelf, denken: ik ben gisteren geëvolueerd. En nu kan ik een stapje verder op de spirituele ladder. Of een stapje verder in het leven. Weet je, gewoon stapjes verder maken. Gewoon klimmen. Weet je, ik ben hier niet om stil te staan. Kom op, man. Mijn smoothie is bijna op. Ik hoop dat de vragen ook bijna op zijn. Goeie vragen dan. Ik hoop ook dat je wint, man. Ja. Van Ilse. Kakaat. Kakaat, Beth. Hey, kakaat. Kijk nou toch uit. Ilse. Kijk toch uit. Kijk uit, Ilse. Ik ben wel een beetje raar @gmail.com. Dat is een heel cool e-mailadres. Ilse. Kijk uit, Ilse. Beste, coolste, oppergod, koning en natuurlijk minister Vincent. Hallo, daar ben ik weer. Heb je me gemist? Nee, ik heb je niet gemist. Eerlijkheid is ook een van de hoogste vormen van liefde. Daar kom je verder mee. Voor jezelf en voor de ander. En dan kunnen we weer een stapje omhoog. Qua evolutie. Weet je? Prima. Nee, ik heb je niet gemist. Natuurlijk heb je dat. Ik begrijp het even niet. Ik zei het al net nee. Maar ik pak het t-shirt er weer even bij. Voor de mensen die gaan zappen en zo. En de winnaar is... Het is wel een leuk t-shirt. Natuurlijk fucking geniale foto. Al zeg ik het zelf. Ik heb hem nog cooler gemaakt, man, een t-shirt. Ik ben gisteren naar die gozer geweest. Ik heb gezegd, joh, ik wil hem nog cooler hebben. Ik vond de stof ook niet zo... Dus ik ben hem aan het perfectioneren. Ik ben blij dat ik hem niet gelijk heb laten drukken. Zodat jullie een top shirt krijgen. En ik ga er maar 100 laten maken. Want elk shirt wat ik ga laten maken,
ga ik er maar een paar van laten maken. Zodat ze een beetje, dat iemand die zijn shirt heeft, dat hij een beetje original is, weet je. Got to be original. Ja, dus ik ga er niet, ik hoef er niet rijk van te worden. Dus ja, van alle shirts die ik ga laten maken, ga ik maar misschien 100. Of ik ga er niet al te veel van laten maken. Dan, maar ik ga wel heel veel t-shirts laten maken. Dat vind ik wel leuk. Tenzij er natuurlijk niemand zo'n shirt koopt. Want dan ga ik geen t-shirts meer laten maken. Dus, en ik ga ook pas weer een nieuw t-shirt maken als alles is uitverkocht. Tenzij er één overblijft of zo. Maar die geef ik dan weer weg. Zo ben ik dan ook alweer. Moet ik weten. Natuurlijk, maar ja, dat moet jij weten. Heb je wel eens een eend gebeter? Heb je wel eens een eend gebeter? Gebeter? Ik weet niet wat het is. Nou, maakt niet uit. In ieder geval ben ik maandag begonnen met mijn examens. Met mijn examens. Je bent begonnen met mijn examens. Nou, ik hoop niet dat je je Nederlands examen moet gaan doen. Want dat ga je niet halen, lief schat. Op deze manier. Ik heb morgen mijn frenas examen. Mijn frenas examen. Ja, het staat er echt. Mijn frenas. 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 Maar ik kan er geen ene tering van. Ik begrijp Frans gewoon niet. Want mijn docent legt het uit als een afgelikte kaassoufflé. Heb je misschien tips? Ja. Nee, ik vond Frans, ik vond het echt totaal niet boeiend. Wie de fuck spreekt er nou Frans? Ja, heb je het nodig? Nee. Ja, misschien, nee. Waarom krijg je Frans? Wat de fuck moet je daarmee? Als je naar Frankrijk gaat en je wil een croissantje bestellen, dan kan je het gewoon een croissantje bestellen. Geef maar een croissantje. Dan zegt ze, dan zeg ik, ik wil een croissantje, mevrouw. En dan zegt ze, ik peut-être de boe. Ik kan niet begrijpen, ik kan comprenden, in mijn hoofd comprenden. Zeg je, helaas, mag ik alsjeblieft croissantje? Ik wil croissantje. Maak croissantje dan. Ik wil croissantje. En als ze dan nog niet begrijpt, dan wijs je hem gewoon aan. Dan zeg je met jambon. Nee, ja, varkensvlees eet ik eigenlijk niet, maar goed. Met fromage. Met de kaas. Kaas eet ik ook niet zoveel. Doe mij maar gewoon een croissantje, hoor. Een beetje jam erop, lekker. Lekker. Dus, ja. Of ik tips heb? Nou, moet je het echt halen? Wie wilde überhaupt Frans halen? Maar goed, als jij het leuk vindt, ja, dan moet je gewoon hard leren, man. En nog iets. Ik wilde even zeggen hoe geweldig je bent. Ik vind je wel een staatsmogol, maar dat is de nieuwe baas tegenwoordig. Anyways, heb je wel eens met iemand gevochten en zo ja gewonnen? Gevochten met een hele vriendelijke hallo Ilse Kijkaard. PS Vincent, je haar staat in de fik. Oh, wacht. Wait a minute. Fijn hallo. Ik heb nooit echt met iemand gevochten. Ik heb één keer, was ik een jaar 5, 6, 7. Toen woonde ik in Langeraar. Toen was een hele grote dikke jongen, uit groep 8 of zo, die was mijn zus aan het vervelen. En die heb ik toen beet gepakt en over mijn schouder gegooid. Dat heb ik een keer gedaan. En gevochten, nee, ik heb één keer iemand een spetter gegeven. Dat was geloof ik nadat we voetbal hadden gekeken. Ik was helemaal lam, toen dronk ik nog alcohol. En toen kwam iemand, die liep al een tijdje heel erg bij de hand tegen me te doen. En ja, ik was lam en ik was hem helemaal zat. En ik loop de deur uit bij die vriend van mij. En hij komt aanlopen. Hij begint weer bij de hand. En die hier kanker straalt toch een end op. En ik, woep, en ik geef hem toch een spetter. En hij kanker straalt gelijk op de grond. Ja, sorry Marieke. Uit groep 6. Het spijt me. Soms gaat het gewoon niet. Maar het ligt aan de intentie waarmee je het woord zegt. Weet je. En anders kan je niks meer zeggen. Mensen gaan ook dood aan Fiat Panda. Dus ja. Hey, we zijn er bijna, jongens. Hey, en oh nee, toch niet. Maar goed, ik heb niet echt gevochten of zo. Of ik gewonnen heb. Nou, ik heb hem gewoon een spetter gegeven. Toen pleurde hij op de grond.
Ja. Maar goed, of ik daar dan trots op ben, maar dat vroeg je niet. Heb ik er spijt van? Nee. Weet je, het is gebeurd. Ben ik er trots op? Nee. Ik zeg altijd maar, als iemand bij de hand doet, of vervelend, probeer het uit de weg te gaan. Blijf in liefde en zeg gewoon, joh, flikker net op en anders ga jij lekker weg. En als het echt niet anders kan, zelfverdediging. Maar voor de rest, ja, hoef je niet met die mensen te vechten, toch? Op geen nut. Tenzij je graag wil vechten. Dat je een vechtsport doet of zo. Dan ben je in consensus met elkaar van, oké, ik ga jou teringhard op je bek staan. En dan is het gewoon prima, dan mag dat. Maar vechten met iemand, nee joh, dat heeft geen nut. Van Lucas. Lucas Platje, daar, ja, een hele vriendelijke hallo Vincent, ja daar ben ik weer. Ja, dat heb ik ook wel door, Lucas, dat jij er weer bent. Een paar afleveringen geleden had u het over merch. Ik zou het heel erg leuk vinden om met uw merch over straat te lopen. Ja, dat kan. Dus zou u een update kunnen geven over hoe het met uw merch gaat? Nou, met de merch is in principe klaar. Ik heb deze bandjes. Deze, de Light en de Dark Editions. Daar staat mijn logo op. Weet je, die kosten geen tering. En ik heb die shirt. Het eerste shirt is bijna klaar. En de website, zijn ze mee bezig. En zodra de website klaar is. En de ASN-bank, die heeft eindelijk mijn motherfucking zakelijke rekening geaccepteerd. En alles is, als de website klaar is en die zakelijke rekening, die zit bij die... Dan gooi ik het online en dan kunnen jullie het kopen. Want ik heb geen zin om moeilijk te gaan doen. Jullie lopen te zeiken om merch. Voor mij hoeft het allemaal niet. Weet je? Ja, het gaat hartstikke goed met mijn merch, man. En ik vind het wel leuk hoor om te doen. Want ik ga gewoon af en toe een leuk nieuw t-shirt verzinnen. En dat vind ik gewoon leuk. Wanneer denkt u dat de eerste mensen uw shirts kunnen kopen? Ik gok binnen nu en 2 maanden. Om en nabij. 2 maanden, 1,5, 2, 3. Met uitloop naar 4,5. Misschien 5, maar echt niet meer dan 6 maanden. 7 zou kunnen, maar ik denk niet. Nee, ik denk 2 maanden of zo, man. En dan kunnen jullie eindelijk een keer een shirtje kopen. Had ik al verteld dat de shirtjes allemaal organic worden? Organic katoen. Organic cotton. En ik ga ook biologisch afbreekbare zakjes doen. Verzendzakjes. En ik krijg wel 20 gratis plastic zakjes erbij. Maar als jullie dan beloven dat jullie die gewoon weer bij de plastic afval gooien of hergebruiken ofzo. Dan maakt het niet heel veel uit. U vertelde ook in een eerdere vraag vakantie Vincent dat het moment dat je gecreëerd wordt... Dat er op het moment liefde is. Maar wat als het nou een hoer was die per ongeluk zwanger werd? Daar zit dan toch geen liefde in? Nee. Wij noemen het liefde, maar het is een kracht. Het is een kracht. Dat is wat jij bent. En die kracht noem ik liefde. Sommigen noemen het God, Yahweh, Allah. Ik noem het liefde, man. Dat is wat het is. Die kracht. De bron. Source. The Great Spirit. Is het kind dan die kracht? Ja. Wij zijn allemaal die kracht. Alles, het leven. Het leven. Laten we het leven noemen. Die kracht. Creatie. Creatie. De kracht. De bron. Het leven. Die kracht. Je voelt hem ook als je zo doet. De kracht van een ongelukje, ik begrijp het even niet. Een prostituee is er voor lust. Heeft dat dan met liefde te maken? Alles gebeurt met de gratie van liefde, van de kracht. Ook de diepste, donkerste stront ervaren wij met de gratie van haar. The Great Spirit, the Super Soul. U laat mijn hersenen gelukkig flink kraken. Een hele vriendelijke, hartverwarmende hallo van mij. Van Lucas, nou ja, prima toch? Ik vind het leuk, jongens.
En ik ben heel erg dankbaar dat ik dit mag doen. Dat mogen jullie best weten. Jullie denken af en toe, wat is dat voor idioot? En dat ben ik ook. Maar goed, ik ben alles. Ik ben alles. Alles ben ik. En ik ben alles. Alles ben ik. Ik ben alles. Alles ben ik. En ik ben alles. Alles ben ik. Ik ben alles, alles, alles ben ik. Ik ben alles. Alles ben ik. Ik ben alles. Alles ben ik. Ik ben alles, alles, alles ben ik. Van Nicolas Vossen. Vraag over afkomst. Fijne vakantie, Vincent. Zul jij je een scholenkop noemen? En zo nee, waarom? Scholenkop. Met vriendelijke groet, Nicolas Sian. Ja, ik kan heel vervelend gaan doen en weer op die spelfouten gaan zitten, maar ik denk, een scholenkop. Ja, ik ben een scholenkop. Want ik kom uit Scheveningen. Maar ik noem mezelf nooit een scholenkop. Ik ben gewoon Vincent. Nou, de laatste vraag. De allerlaatste vraag van deze vraag, vakantie Vincent. Dan zijn we er. Van Abel Boezy. Abel Boezy. Abel Boezy, 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 Boezy. Beste Vincent, hallo, hier bij mijn vraag. En ja, we zijn aan het einde gekomen. En dat betekent natuurlijk, wie heeft het motherfucking t-shirt gevonden? Gewonnen. Dat is voor jullie een vraag, voor mij weet. Vraag vakantie Vincent. Misschien volgende week, hè? Vragen jullie met z'n allen, ja, wie heb je nou gewonnen dan? Dan zeg je, ja, weet ik niet, man. Nee hoor, ik ga het jullie wel laten weten. Een woord, jongens. Beste Vincent, hallo, hier bij mijn vraag. Wie of wat inspireert jou? En waarom? Hallo, met vriendelijke groet, Abel Boezy. Ja, Abel, het leven inspireert mij. Het leven. En waarom? Omdat het leven zo fucking mooi is. Het is zo'n fucking mooie trip. Kom op, man. Wie maakt dit nou mee? Je kan alle paddo's, LSD en weet ik er wat ingooien. Maar leven, dat is de echte trip. En de medicijnen maken het wel nog interessanter. Ja, man. Het leven. Wees elke fucking dag dat je hier bent dankbaar dat je hier mag zijn, man. Want het kan elke motherfucking seconde kan je laatste zijn. Wees lief. Wees dankbaar. Eerbiedig naar het leven. Naar elkaar. In dankbaarheid, in eerbied en respect. Bewondering, verwondering. Deze freakshow is toch heerlijk? Hoe mooi is dit? Geniet ervan, man. En wees lief voor elkaar. En al het leven, wees lief voor al het leven, al wat leeft. Want het is fucking heilig. Het is echt fucking heilig. Ja. Meer kan ik er niet van maken. Meer kan ik er niet van maken. Het leven inspireert mij. En lieve Abel. Lieve Abel. Ik vind dit wel de mooiste vraag. Ik krijg er bijna tranen van in mijn ogen. Want het leven is zo fucking mooi. Wees dankbaar, man. En leef jouw kracht. Leef je passie, leef je hart. Leef die shit. Iedereen heeft iets moois te geven aan dit leven. Leef het, ontdek het. Maakt niet uit wat, schaam je niet. We zijn allemaal al een half mogol. Doe je ding. En geef het aan ons. Geef het aan het leven. In eerbied, dankbaarheid en respect. In liefde. Want dat is wat het leven wil. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Aho. Nou, een hele fijne hallo allemaal. En een hele fijne hallo allemaal. Lieve Abel, ik denk dat jij maar even jouw adres moet gaan mailen. Want jij hebt me gewonnen, man. Dank je wel. Dankjewel, dankjewel. Een hele fijne hallo allemaal, een hele fijne hallo allemaal. En ja, blijf maar vragen pompen, want ik vind het gewoon leuk. En dat moet ik weten. Een hele fijne hallo allemaal. Hallo.